van Alpha Vision. Mijn naam is Paco. We zijn vandaag in de enige echte Gold's Gym. De Gold's Gym van Nederland. Wij gaan kijken wat voor een apparatie hebben. Of ze een beetje de oldschool dingen hebben waar wij van houden. Want wij houden van raw. De meeste gyms passen net in de lijntjes. Zijn modern. Wij houden liever van de hardcore dingen. We zijn nu bij de Gold's Gym binnen. We hebben even een rondje gekeken. We hebben alle machines bekeken. Er zijn er denk ik een stuk of 5-6 verschillende zalen. Die hebben we allemaal bekeken. Zoals je hier ziet, dit is de functionele area. Je kan hier functioneel trainen. Dit is voor vechters, voetballers erg belangrijk. Die hebben voetenwerk nodig. En dat kan je hier perfect trainen. Zo gaan we echt naar de fitness area. Je hebt echt elke apparaat, elke machine die je maar kan verzinnen. Dus we hebben zin om te trainen. En allemaal plate loaden, niet vergeten, daar houden we van. Dit is beter dan die kabels, dat is onze mening. Kijk, kijk hoe oud dit is en verrot het is, daar houden we van. Hiermee is gewerkt, snap je? Dat kan je ook zien. Er zijn echt super veel mooie apparaten. Ga niet te veel praten, ga gewoon lekker trainen en een beetje onze training filmen. Let's go! Stil, man. Traan ook gewoon. Mooi gewoon. Als je in de Gold's Gym bent, dan moet je deze natuurlijk aan. Represent Gold's Gym. Oké, deze gym komt het dichtstbij in de buurt van de beste gyms die ik ooit heb gehad. Weet je wat? Dit is de beste gym waar ik ooit ben geweest.
zijn klaar. Eerst een Gold's Gym, super goede gym. Allemaal mooie nieuwe machines die we eigenlijk nog niet vaak hebben behandeld of mee getraind. Plate loaded, old school, precies waar we van houden. We houden een beetje van het raw, heb ik aan het begin van de vlog ook gezegd. We gaan in de toekomst willen we meer gyms gaan bezoeken. De Gold's Gym is natuurlijk de eerste gym waar je heen moet gaan. Laat een comment achter en laat ons weten welke gym we nog meer moeten zien. Wij zijn Alpha Vision, visualize, work and make it happen. Tot de volgende keer.